Ja, maar vond je het vroeger wel leuk verjaardag of heb je het nooit leuk gevonden? Nee, ik ben nooit een type voor feesten geweest. Kijk, ik kom eigenlijk uit de omgeving van Nijmegen. Dat is een carnavalstreek. Ja, leuk. Ik heb carnaval altijd verschrikkelijk gevonden. Ik hou niet van feesten, van bruiloften, van partijen, nee. Van hossen. Als een club waar ik speelde kampioen werd, gebeurde zelden, geef ik toe. Maar we zijn wel eens kampioen geworden met Haarlem en met de amateurs. Dan, dat feest vond ik ook een verschrikking. Kampioen worden is leuk, maar ik moet niet naar zo'n feest. Nee. Maar heb jij wel eens het idee, dat heb ik bijvoorbeeld wel, hè? Weet je, ik weet... Weet je, als ik moet wel een beetje eerlijk over mezelf zijn. Heb je wel eens het idee, ik ben eigenlijk een hele rare snuiter? Hmm. Nou, dat vind ik van jullie. Heb jij dat wel eens? Nee. Ik vind het wel duidelijk. Nee. Heb jij dat echt nooit? Nee, maar... Nee, maar je serieus? Nee, maar jij vindt dat, maar dat vind ik ook. En nee, hem maar, ook. Nee, maar ik vind nee, bijvoorbeeld... Jij hebt bijvoorbeeld leuke dingen waar ik dan heel erg op moet lachen. Maar dat ja, weet je nog... Nou, jij eet iedere dag twee bruine boterhammen, hè? Jazeker. Nou, als een beetje mee zit, dat doe je al, jaren. Iedere dag alleen maar 1-2 bruine boterham. Is al apart. Dat is al vrij apart. Ja, ik eet al want jaren ik zei, niet ik zei last als we gaan eten, een keer met z'n drieën. Dan, nou ja, een broodmandje dan. Zeg lekker. Nee, maar er komt dus een man. We zitten dus in Zeist. Er komt een man. Hij had 2 bruine boterham besteld. Er komt een man binnen. Een lieve man, niks. Hij komt met 2 bruine boterham. 1 met ham. En neem het kaas. Die man die zet dat neer en hij zegt... Wat is dat? Nou, is die man, dat is... ham en kaas. Ja, maar dan moet je niet. Dus die man gaat weer terug met die bruine boterhammen. En die denkt, wat gaat dit over? Die nee, kijk, ik eet nooit je beleg. Je eet ze droog. Nee, je eet geen beleg. Dus die man, je eet ze droog. Maar die man keek ernaar, want die denkt, ja, in het meeste geval breng ik gewoon iets erop. Ja. Dus, maar dat hoeft dan later begreep hij nee, dan. Maar bijvoorbeeld bij een benzinestation kun je dat niet uitleggen. Dan zeg ik altijd een bruin broodje zonder boter met kaas. En dan buiten gooit die kaas in de vuilnisbak. Want anders moet je dan een heel verhaal houden. En dan denken ze, wat moeten wij voor een broodje zonder kaas voor vragen? Want je betaalt dan gewoon 8 euro voor een droog broodje. Maar dan moet je een verhaal houden. Nou, ik had... heb het nu allemaal gezien. Dus nu kun je gewoon overal naar binnen en dan krijg je een droog broodje. Nee, maar ik had een muzikant uit Amerika. En die at dus absoluut principieel geen vlees. Maar dan s'nachts langs de weg, als je dan uit verre streken hier in Nederland kwam... dan was er nog wel eens langs de weg zo'n McDonald's-ding... bijvoorbeeld daar bij Breukelen, die was open. En dan bestelde die 2 van die grote broodjes met hamburger... en die hamburgers gooide er tussenuit en dan vrat hij die broodjes op. Dus het is niet zo gek. Nou, ach, ja. Het is heel gek, joh. Toch wel, hè? Het is heel gek. Ja. Ja. Het is heel raar, ja. Als jij weet dat ik beta-blokkers had voor de hoge bloeddruk voor overgewicht. Weet je wel, want ik ben heel gevoelig als, nou, tussen de seizoenen. Maar ben je dikker geweest dan dit ooit? Nou, ik vermoed dat de foto niet komt. Ja, ik denk het haast wel, ja. Ja. Okay. Maar hoe oud was je ongeveer dan? Nou, daar was ik denk ik 50 of zo. Ja. Maar kijk, het feit dat hij er zo uitziet, dat is nog best charmant. Ja. Maar je hebt zoveel overgewicht, je kunt geen trap meer oplopen. Je zit in de auto niet lekker, je kunt niet ademhalen. Kan ja, ja. Je nou, ziet hem niet meer. Nee, of had je daar nog geen last van? Nee, ja, nu zie ik sowieso niks meer.